Ja, en niet voor voetbal, maar wie was de bondskanselier van Duitsland voor Angela Merkel? Veel mensen met name de jongeren onder ons zullen geen naam kunnen noemen vermoedelijk. Heb jij enig idee, Evert? Dat is echt een quizvraag waar je zo in zit. Bijna, hè? Ja. Nee, ik weet het ook niet meer. Nee, nou, we gaan zo meteen vragen. Maar dat geeft wel een beetje aan hoe lang mevrouw Merkel aan de macht was in Duitsland. Indirect dus ook in Europa. Zondag 26 december kiezen de Duitsers een nieuwe bondskansler of bondskanslerin. En dat is ook belangrijk voor Nederland. Het Duitsland-instituut in Amsterdam geeft daarom de komende week op tournee langs Nederlandse scholen. Te beginnen in Hengelo. Aan de telefoon hebben we Trixie Hulskens, als ik het goed uitspreek, medewerker van dat instituut. Hallo Trixie. Hallo, goedemiddag. Sprak ik jouw achternaam goed uit? Is het de Helpmis? Fantastisch, Hulskens. Het is een Limburgse achternaam. Oh, Limburgse achternaam. Dus ja. geen Duitse roots? Half Duitse roots, half Limburgse en nu geland in Amsterdam. Dat is de samenvatting, ja. Nou, help ons even uit de brand. Want wie was de bondskansler voor Angela Merkel en misschien ook even daarvoor? Dat was Gerhard Schröder van de SPD. En inderdaad, Merkel zwaait nu af naar 16 jaren. Dat is echt lang. Dus dat is een hele lange tijd. Ja. En ik kan me Gerhard Schröder nog wel herinneren. Ik ben zelf 38 jaar, dus ik heb daar nog net iets van meegekregen. Maar de leerlingen, ja, dat geldt voor Duitsland zelf ook, maar in Nederland ook, associëren natuurlijk Merkel als eerste met Duitsland. Ja, en die gaat ze weg. Dus, wij hebben een plaatje van Gerhard Schröder. Inmiddels, dat kun jij niet zien, maar dan weten de kijkers en de luisteraars dat even. Hey, voor Schröder zat ook ik ben net iets ouder dan jij, maar die ken ik ook nog. Dat was de eerste naam waar ik aan moest denken. Toen dacht ik, oh nee, er zat er nog eentje tussen. Ja. Ja, dat was denk ik Helmut Kohl. Ja, dat was Kohl. Maar die zat ook heel lang, hè? Ja, dat is natuurlijk de kanselier van de eenheid, hè? Die Duitsland mede één heeft gemaakt. Ja. Ja. Maar die Duitse bondskanslers, die zitten daar echt heel erg lang. In Nederland kijken we er altijd met een soort van bijna verbijstering naar. Ja, Mark Rutte zit er natuurlijk ook al heel lang inmiddels, hè? Dus Merkel en Rutte hebben wel lang met elkaar opgetrokken ook. Maar inderdaad, Duitsers staan natuurlijk vaak een beetje bekend als behoudend. En in het geval van kanselier Merkel is dat in ieder geval wel het geval gebleken. Ja, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt, dat ongeveer. Hè? Dus, Hey, misschien heel even naar het Duitsland Instituut Amsterdam. Wat doet dat instituut precies? Nou, ik zelf zit bij de onderwijsafdeling. We zijn een team van 20 tot 24 medewerkers. We zetten ons in voor kennis over Duitsland. Dus we zijn een actueel kenniscentrum over het Duitsland van nu. Dat wil zeggen dat we natuurlijk ook naar de geschiedenis kijken, maar vooral ook naar hoe gaat het in Duitsland nu. Hoe staat het met de Duits-Nederlandse betrekkingen? Welke verbanden kunnen wij daar leggen? Hoe kunnen wij ook eventueel leren van de buren? Mm-hmm. En wij bij de onderwijsafdeling zetten ons natuurlijk expliciet in voor kennis van de Duitse taal en kennis van het buurland bij Nederlandse jongeren. En ik ben een beetje bang dat ik dan een hele algemene vraag ga stellen waar je uitgebreid op zou kunnen antwoorden. Ik ben toch heel benieuwd, wat is het belang daar dan van? Waarom is het zo belangrijk dat wij Nederlanders daar meer kennis van nemen? Ja, wat je als eerste altijd hoort is kans op de arbeidsmarkt. Dus leerlingen die vooral in de grensstreek wonen, doen er natuurlijk goed aan om een woordje Duits te leren, op vroege leeftijd al, dan leer je het ook het beste. En daarnaast is Duitsland een belangrijke handelspartner. Dus ook als je niet over de grens gaat werken, zijn er heel veel gebieden waar je met Duitsers te maken hebt. Dus is het nuttig om Duits te spreken. Maar dat is natuurlijk het typische handelverhaal. Aan de andere kant zit daar natuurlijk het politieke verhaal, waar wij ook in deze tour iets meer op focussen. Nederland heeft aan Duitsland de afgelopen jaren vooral een heel belangrijke politieke partner gehad. Duitsland is het grootste land van de EU. De politiek in Duitsland, beslissingen die daar worden genomen, hebben vrij direct invloed op de Nederlandse situatie, niet alleen in de grensstreek. Dus wat mensen vaak onderschatten is eigenlijk de impact die Duitsland op ons kan hebben, die de politieke besluitvorming in Duitsland ook op Nederlandse beslissingen kan uitvoeren. Dus willen we de leerling eigenlijk een beetje gevoeliger van maken. Ja. En gaat het dan, om het nog wat abstracter te maken, gaat het dan vooral over zeg maar samen optrekken binnen de EU? Of is daar ook een soort rechtstreekse impact, zou ik maar even zeggen, van die verkiezingen?
Nou, dat gaat zeker ook over samen optrekken binnen de EU. En natuurlijk zijn daar ook verschillen aan te wijzen binnen de EU. Maar zeker gaat het over samen beslissingen nemen, samen optrekken. Als twee West-Europese landen liggen we toch dicht bij elkaar. Mm-hmm. Cultureel liggen we dicht bij elkaar. We maken soms grappen over de Duitsers en zij over ons. Maar eigenlijk zijn we qua identiteit natuurlijk helemaal niet zo verschillend. Hè. Dat is juist dat kleine verschil dat een beetje die strijd ook veroorzaakt. Dus ik denk dat de Nederlands-Duitse samenwerking op allerlei fronten heel belangrijk is. Dus politiek Europees gezien, maar ook bilateraal in dat grensgebied en tussen de hoofdsteden. En daarnaast natuurlijk ook op allerlei culturele en meer bijvoorbeeld in de academische wereld samenwerking, tussen scholen de samenwerking, op allerlei fronten. Is cultureel, volgens mij gebeurt er van alles. Ja, daar maken wij natuurlijk best veel van mee hier in Enschede. Hey, nou gaan jullie de komende periode, volgens mij best een vrij lange periode, op tournee. En dat gebeurt in een soort oerautomobiel. Dat kan niet veel Duitser dan dat het is. Ja, het is een jaloezieverwekkend apparaat. Waar jullie, we zien nu een plaatje hier van een prachtig zo'n blauw gespoten Volkswagenbusje. Het is nog net geen spijlenbusje, maar het komt volgens mij het type daarna of zo. Maar het is prachtig. Het is, als ik het goed heb onthouden, een bus uit 1979. Ik wou maar zeggen. En hij is dus een echte mooie vintage Volkswagenbus. En die hebben we de Waalwagen genoemd. De Waalwagen van Kieswagen, de stembus. De stembus, dat is een beetje de woordgrap erachter. Ja. De Waalwagen allitereert natuurlijk ook lekker, klinkt goed. Ja. En het idee is natuurlijk dat we met die bus ook een beetje aandacht trekken. Ja, aan de andere kant heeft die bus zelf ook nog wel een beetje een dubbele betekenis. Het is natuurlijk een oeroud Duits merk. Ja. Hè? Merkel heeft wel eens over Volkswagen gezegd, een schönes Stück Deutschland. Uh-huh. Maar onze Volkswagenbus heeft wel een elektrische motor. Dus we gaan ook wel een beetje met onze tijd mee. Wow. En we gaan dus op een elektrische tour. Wat nog een beetje een logistieke uitdaging is. Want, extra batterij op het dak. Ja, 160 kilometer met een volle accu. Dus we moeten op de weg naar Hengelo tussendoor even opladen. Ja, dat wordt nog een klusje. Maar je hebt geen haast volgens mij. Hey, en waar gaan jullie nog meer langs? Behalve Hengelo? Want jullie trappen af in Hengelo. En klopt. En dat gebeurt, ik ben even los, maar wanneer gebeurt dat ook weer? Dat is aanstaande maandag om 13 uur. En dat gebeurt aan het Carmel Lyceum? Juist, het Carmel Lyceum. En waarom daar? Zij hadden zich vroeg gemeld. Dus gewoon, toen hebben we, wie het eerst maalt was gewoon de procedure. En de tour was deze keer snel volgeboekt. We bezoeken 10 scholen in totaal. In 5 dagen. Oh ja. En op maandag zitten we in Hengelo. En dan hebben we een mooie tour vanuit het oosten van het land tot in het zuidwesten van het land. We gaan via Nijmegen, Ede, Zetten naar Vleuten, Amsterdam, Noordwijkerhout, Den Haag tot aan Hulst in Zeeland. Ja, maar dat is dus niet bepaald alleen maar de grensstreek, hoor ik al. Hulst, Amsterdam, dat ligt veel verder van Duitsland kan je niet komen. In Nederland. Precies. Ja. Nou ja, in Hulst, in Zeeland zijn natuurlijk wel ook vaak Duitsers te vinden. Overigens in Amsterdam ook. Ja. Dus ik zou willen zeggen, kijk, de grensstreek is zich vaak redelijk bewust van die nabijheid van Duitsland. En dat ontbreekt in het Westen nog wel eens, mag ik misschien als Limburger ook zeggen, die in Amsterdam gevestigd is. Hè, eigenlijk is Nederland natuurlijk één groot grensgebied van Duitsland, laten we wel wezen. Duitsland is natuurlijk voor ons allemaal het grote buurland. Ja. Ja. Hey, en misschien nog even een klein beetje tot slot. Wat is de staat van de kennis van de gemiddelde Nederlandse scholier over Duitsland en het Duits in het algemeen? Geef eens een rapportcijfer. Geef ons eens een rapportcijfer. Ja, 7,5. Toch wel? Op zich, ik ben misschien dan wat optimistischer dan misschien anderen. Maar nee, het is zeker niet tragisch of dramatisch te noemen. Er is wel degelijk ook bij ouders besef dat Duits belangrijk is. We zien ook dat in de Duitse les steeds meer interessante en motiverende projecten met leerlingen wordt gedaan. Dat er vakoverstijgende interessante projectweken gebeuren. Ja. Dat docenten Duits echt hun best doen om hun vak op de kaart te zetten. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. Dat ondersteunen we ook zoveel mogelijk met lesmateriaal vanuit het Duitsland Instituut en dergelijke. En nascholingen.
Maar natuurlijk is er nog van alles te verbeteren. Ja, natuurlijk. Het is nog geen 10, maar ik vind de 7, ja. 7,5 al een heel mooi cijfer. Ik heb nog twee vragen voor je, als dat mag. Ja. De eerste is een voorspelling. Wie gaat de verkiezingen winnen, denk je? Ik denk de SPD. Toch wel? Ja. Oké. Okay. Nou, die noteren we even. Kijken of dat gaat kloppen. En de tweede vraag is die ik nog voor je heb. Is voor mij een belangrijke vraag. Wat gebeurt er met die bus na de tour? Dan leveren we hem weer keurig in bij het bedrijf IVA. Oh. Waar we hem gehuurd hebben. Ja. Ik had even... Okay, hij komt niet op Marktplaats. Ja. Of ik denk, ik wil hem vast even ergens intekenen. Nee, maar dat gaat niet door. Je kunt de avonturen van het IVA Waalwaken wel volgen via het Instagram-kanaal van het Duitsland Instituut. Instagram-kanaal Duitsland Instituut. Ja, daar zullen we ook interactief inderdaad verslag leggen van wat de leerlingen allemaal leren en de vragen die ze ons stellen. En natuurlijk op welke partij zij zelf zouden kiezen. Want dat is uiteindelijk het doel van of het einde van elk schoolbezoek. Dat de leerlingen dan zelf ook een stem uitbrengen. Ja, nou. Trixie Hulschens was dat. Medewerker bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Dankjewel, Trixie, voor deze toelichtingen. Graag gedaan.